In het kader van de preventie woninginbraken maak ik als wijkagent heel vaak mee dat er mensen hun woning verlaten en dan voor korte of langere tijd. Als zij de woning verlaten, dan nemen ze eigenlijk niet even de tijd om te kijken wat voor voorwerpen ze nog in de tuinen hebben achtergelaten. Want deze voorwerpen, zoals een kliko, andere klimwerktuigen als een trap, ja, dat zijn ideale voorwerpen die kunnen dienen voor een inbreker om naar binnen te kunnen klimmen. Ook worden vaak schuttingen aangetroffen waarvan de planken eigenlijk verkeerd zijn gemonteerd. Dit betreft dan planken die zijn horizontaal gemonteerd. En die gaan dan werken namelijk als een trap. Er vallen mij in deze tuin gelijk een aantal dingen op. U ziet een losliggende ladder. Nou, de kliko die is namelijk van zichzelf al 1,20 meter hoog. Als je daar opstapt, plus de gemiddelde lengte van een normaal mens, als je dat bij elkaar optelt, zit je al heel snel aan de 3 meter. Als u nagaat dat de gemiddelde woning ongeveer 2,50 meter hoog is, dan kunt u zich voorstellen, ja, dat een potentiële inbreker heel snel binnen is als die gebruik maakt van deze opstapjes. Nou, om dit nu te voorkomen, kun je je kliko zeg maar vastleggen aan muren of aan vaste voorwerpen. Maak een oog of iets dergelijks en leg daar een kabelslot aan, zodat de kliko's niet verplaatsbaar zijn. Zorg dat je trap is opgeruimd. Zorg verder dat er geen andere klimwerktuigen in de buurt van de gevel te pakken zijn of voorradig zijn, zodat je voor een inbreker zo min mogelijk gelegenheid geeft om uw woning binnen te treden. Want hij heeft gemiddeld 2 tot 5 minuten nodig om al uw kostbaarheden in één snelle gids bij u weg te halen.